Ja, nou ja, KLM heeft zijn vluchten onder andere weer hervat en TUI ook. Maar voor de landen, hè, Nederland en een aantal andere Europese landen, is het luchtruim zeg maar geopend. Hè. Maar voor de Amerikaanse markt ja, nog niet. Hè. Daar zien we nog te veel besmettingen en een te groot risico. Nou, en zo probeert Bonaire samen met OLB en de luchtvaart gezamenlijk het risico zo klein mogelijk te houden. Ja, en daar moeten we nogmaals met z'n allen doen. En die verantwoordelijkheid moeten we ook met elkaar nemen. Hè. Dus als je niet fit bent, moet je ook niet op reis gaan. En mensen moeten zich wel bewust zijn dat ja, de situatie elk moment kan veranderen. We hebben vorige week natuurlijk gezien dat er iemand in het vliegtuig zat die wel drager was van het virus. Hij was niet ziek. Dat is ook een groot verschil. Hè. Of je nou ziek bent al of nog niet ziek bent, maar wel drager bent. Want je hoeft ook niet ziek te worden. Daarom duurt het soms ook wat lang voordat de communicatie op gang komt. Vanuit de luchthaven of de luchtvaartmaatschappij, maar ook vanuit het OLB. Je moet eerst goed kijken wat er aan de hand is en of er wel echt een risico is. Want mensen denken dat je, nou, zoals wij nu op deze afstand staan, we staan 1,5 meter van elkaar. Maar je wordt niet zomaar besmet door iemand. Juist door het dragen van het mondkapje en die afstand houden, is dat risico echt enorm klein geworden. Maar als iemand ziek is en je wel aanhoest, want je moet echt aangehoest worden, en je draagt dan geen mondkapje bijvoorbeeld, ja, dan is het risico veel groter dat je besmet raakt. Dus nogmaals, met z'n allen verantwoord omgaan. Weten dat als je reist dat je, ja, de situatie elk moment anders kan worden. En gewoon met elkaar zo klein, het risico zo klein mogelijk houden.